Wat doet Robbie Alvelen? Utrecht heeft weer een marathon. En weer gaat het mis voor Spakenburg. Welkom bij Namen en Rugnummers, waarin we ook aandacht hebben voor de volleybalsters van Taurus. En we waren ook bij Amazone in de basketbal eredivisie. Maar vandaag gaat het vooral over FC Utrecht en de Utrecht Science Marathon. Na 2 jaar afwezigheid heeft Utrecht eindelijk weer een marathon. En daar zijn we blij mee. De organisator Arjen de Ruiter is bij ons te gast. En natuurlijk Gert Kruis. Maar Arjen, ik wil heel even bij jou beginnen. Hoeveel deelnemers waren er gisteren? Ruim 4000. En is dat naar tevredenheid? Het kan altijd meer, maar we hebben een korte voorbereidingstijd gehad. Vanaf 30 oktober hebben we eigenlijk bekendheid kunnen geven aan het evenement met de start op het Utrecht Science Park. En als je dan de periode bekijkt, dan zijn we er zeker niet ontevreden over. Nou, hartstikke goed. Daar praten we straks over door. Maar eerst, Gert, gaan we eens even naar FC Utrecht. Dat was al een tijdje terug, vrijdagavond. Ja. 4-3, we noemen het nog maar even, tegen NAC. Eigenlijk kunnen we het gewoon zeggen, dat was voor iedereen gewoon een zware teleurstelling. Nou ja, het spektakel was er wel. Maar in dit geval was het verdedigend heel erg matig. Utrecht kon eigenlijk wel 6-7 goals maken. Maar verdedigend zo lekker als een mandje. Ja, die verdediging, daar was heel veel over te zeggen inderdaad. De keeper, hè, Robin Ruiter, sluitstuk van de verdediging, zeggen we dan maar even mooi. Die kreeg er inderdaad 4 om zijn oren. Laten we heel even luisteren naar een reactie van hem na de wedstrijd. Ja, ik moet mee nou. Ik moet mee, ja. Het lijkt me vrij logisch als je hier 4-3 van NAC verliest, met alle respect voor NAC, maar ja, het is echt een schande. Word je zelfs ook misschien wel verdrietig van? Je denkt van, god man, waar gaan we naartoe met dit seizoen? Ja, natuurlijk, het doet pijn. Als je vandaag gewoon wint, dan kom je dichter bij die plaats Europees voetbal. En dan zit alles nog, zit er nog in. En dan heb je allemaal gewoon in eigen hand. En ja, op deze manier maakt het ons zelf zo verschrikkelijk moeilijk. En ja, weet je, als keeper zijn, als je 4 goals tegen krijgt, dan word je daar wel verdrietig van. Sta je nog wel achter de manier van voetballen eigenlijk? Maar dit heeft niet zoveel te maken met de manier van voetballen. Ik bedoel, als er een voorzet komt en je bent gewoon een overtal achterin, dan mag je dat wel gewoon nooit verliezen. En dat heeft niks te maken of je nou 4-3-3, 4-4-2 of met de punt vooruit, punt erachter of druk vooruit zet. Dat heeft er allemaal niks mee te maken. Je moet godverdomme gewoon een keer duels gaan winnen. Poeh, hij is echt kwaad. Hij is kwaad, hè? Ja, hij is echt kwaad. Ja. Ja, ik denk terecht. Ik denk dat de ploeg eigenlijk zich moet schamen voor de nederlaag. Omdat Robin merkt terecht op een aantal tegengoals in je eigen stadion op die manier. Ja, weet je, Marie, de goals gingen gewoon veel te makkelijk erin. Geen organisatie achterin. Voorzetten die vrij uitgegeven konden worden. Spelers die blijven staan kijken. En waar we 2 wedstrijden achter elkaar Utrecht verwacht hadden met het mes tussen de tanden, was het dat er niet bij. Maar jij zegt heel even die verdediging, hè, die noemen we nu iedere keer. Individueel waren ze met name dan ook niet bij de les, geen scherpte? Want dat zeg je eigenlijk, nou ja, met het mes tussen de tanden. Ja, nou ja, goed, het laat voorop staan dat het hele team de laatste 2 wedstrijden eigenlijk niet thuis heeft gegeven. Want Utrecht heeft ook nog een lawine aan kansen gemist. Allaire, veel geroemd, goede speler voor de toekomst, maar had ook wel 2 goals moeten maken. Maar de manier waarop de verdedigd werd, voorzetten die heel makkelijk gegeven werden. Tigaduini, die bekend zat, altijd binnendoor, laat spelers van FC Utrecht binnendoor komen. Ja, dat kan eigenlijk niet op dit niveau. Hoe kan het nou eigenlijk? We hebben het eigenlijk zo gehoopt, maar dat is het dus niet. Die scherpte benoemden we de vorige keer. Nu met name op die verdediging gericht. Robbie Alvelen heeft het gewoon dus toch niet het tij weten te keren tot goede resultaten. Nou ja, aanvankelijk, de laatste week na een hele lastige periode met de situatie Kali, laten we dat dan zomaar noemen, was er een race van 4 wedstrijden waarbij de opwaartse lijn ingezet was. En op het moment dat Utrecht dan kan aanhaken, wellicht richting play-offs, om daar nog een kans voor te maken, om het seizoen nog überhaupt goed te maken, heeft men niet thuisgegeven. Dus dat is een enorme teleurstelling voor iedereen en ook voor Robbie natuurlijk. Maar de manier waarop ook, ja, dat, ik kan me de frustratie en teleurstelling bij Robbie Alvelen heel goed voorstellen. Even over Robbie Alvelen, je noemt hem nu toch. Gisteren zat hij bij Fox aan tafel bij Kees Jansma. Daar stak hij zijn teleurstelling eigenlijk natuurlijk ook niet onder stoel of banken. Maar wat zei hij precies, ook over zijn contract? Hij twijfelt nog steeds. En dat is voor ons geen verrassing, Marie. Want een aantal maanden geleden hier bij ons heeft hij dat eigenlijk ook gezegd. Dat hij vond op dat moment... Daar hebben we een quoteje van. Okay. Hebben we even opgeduikeld uit het archief. Ja. Laten we heel even kijken daarna. Ja. Wanneer gaan de gesprekken beginnen om verlenging van het contract mogelijk of niet? Ik heb gezegd niet voor maart. Waarom?
Omdat ik niet tevreden ben. Okay. Maar je hebt wel de intentie om er bij Utrecht wat van te maken en wat langer te blijven. Ja, ik Utrecht is mijn club en ik vind ook niet dat je het in één jaar volledig kan laten zien. Maar ik vind wel dat het beter moet, dus ik wil eerst wat laten zien voordat ik praat. Dan pak ik hem heel even dan meteen weer terug met wat jij zei. Ja. Hè? Ik wil graag wat laten zien. Dit was natuurlijk in december. Nou, we zijn nu in maart op het moment wat hij zelf ook aanstipt. Wat heeft hij laten zien volgens jou? Nou goed, de groep, en daar valt Robbie ook onder. Robbie geeft leiding aan die groep spelers met de mensen om zich heen. Harry van Ham en Robbie zijn als coaches met Josh Olté aangesteld. Zijn dus ook verantwoordelijk voor de prestaties. En Robbie zal niet tevreden zijn. Want men had er allemaal wel wat meer van verwacht. Plus het feit, en dat vond ik terecht dat Robbie dat zei gisteren... heb ik de indruk dat de leiding ook niet helemaal ervan overtuigd is. En wellicht ook twijfelen. En in dat geval, hè, want als Robbie... doorgaat of door wil, dan moet wel unaniem iedereen daar duidelijk over zijn en erachter staan. En ja, dat gevoel, Marie, leeft bij Robbie ook dat dat niet zo is. Ik vond eigenlijk een beetje, als hij dat zegt, ik bedoel, het is ergens is het een kwetsbaar opstellen. Ik vind het siert hem ook, dat hij vrij open is. Aan de andere kant zou ik ook kunnen zeggen, het is een beetje open in de media zeggen, een soort stok die je kan geven om er zelf mee geslagen te worden. Ja, het kan twee kanten op. Het laatste wat jij zegt, dat kan. Het kan ook bij de leiding zoiets hebben van, nou ja, nu maken we een statement naar buiten en zeggen van, nou, we staan onvoorwaardelijk achter de trainer. Mm. Het is alleen jammer voor Robbie en Harry en Josh dat er natuurlijk thuis heel veel verloren is en dat de aanvallende speelwijze die ze eigenlijk op het veld wilden etaleren, ja, dat vaak ten koste gaat van het resultaat. Want er staat natuurlijk... er is gewoon heel veel verloren. Ja. Het is... ze willen geen commentaar nog geven, want we gaan dit weekend praten. Wat denk jij zelf? Is die spelersgroep nog wel... Nog wel een beetje. Rommelt het daar misschien ook al niet? Nou goed, dat kan ik eigenlijk, dat weet ik eigenlijk niet. Maar wat je wel ziet, de laatste wedstrijden, waarbij we met z'n allen eigenlijk verwacht hadden dat Utrecht met het mes tussen de tanden zou spelen om dat seizoen nog een keer een bepaalde boost te geven, zie je dat duidelijk niet. En dat vind ik wel heel erg jammer. Ja, maar ik bedoel, ik probeer maar even. Ik maak me eigenlijk best wel een beetje zorgen, zeg maar, erover. Publiek mort ook wel een beetje. Ja. Dat zijn altijd wel dingen die natuurlijk stroef. Dat zijn de wetten van de voetballerij. Hè. Tegenwoordig, en dat is eigenlijk al wel van alle jaar, maar het wordt steeds extremer. Zie situatie Fouke Boy, wat gewoon een hele goede trainer is, die nu bij Go Ahead eruit moet. Ik heb het zelf meegemaakt bij Sparta. En als je dan kijkt op termijn wat dat oplevert. Ik heb het zelf ooit overgenomen van een trainer. En dat werkte dan ook hartstikke moeilijk. Dus, je bedoelt eigenlijk een beetje een schokeffect. Dan gaat het toch weer in de oude... Het blijft toch altijd lastig, maar de wetten van de voetballerij zijn... dat wanneer je veel thuis verliest, dan word je dat als trainer niet in dank afgenomen. Nee, maar maak jij je zorgen? Maak jij je zorgen over wat voor gesprek er gaat komen? Over Robbie, over de situatie. Het is onze club. Ik heb er jarenlang gespeeld. Ik ben de analist voor FC Utrecht. En we hadden er allemaal wat veel meer van verwacht. Ik hoop dat Utrecht één ding doet. Dat de koppen bij elkaar gestoken worden. Spelers en trainers. En dat dan weer. Nou, zo is het. En dat gaat ook dit weekend gebeuren. Dus wat dat betreft is het goed. Niet. Nee, maar de koppen bij elkaar gestoken. Dat gaat gebeuren. Dat bedoel je, ja. Laten we maar even voor wat het is, hè, bij FC Utrecht. Ja. 2 jaar geleden was die nog, 3 jaar moet ik eigenlijk zeggen, de marathon van Utrecht. Maar nu is die weer terug onder de nieuwe naam Utrecht Science Marathon. Werd er gisteren gelopen. De Kids Run had je natuurlijk als eerste, de 5 en 10 kilometer, de halve en de hele marathon. Start en finish waren op een nieuwe plek, op het Universiteitscentrum De Uithof. Attentie voor de start.
Ja, afwisselend parcours. Met name de aanmoediging onderweg, fantastisch. Eigenlijk niemand die je kent, maar iedereen kent jou. Ik hoorde ook mensen naast me zeggen van, oh, dit is er ook nog, Bunnik. Toch wel mooier dan ik dacht. Echt leuk, een ontdekking. Mooi weer. Utrecht, dit moet blijven. Nou, dat zijn prachtige laatste woorden. Utrecht, dit moet blijven. Ja. Na 2 jaar, dit was jouw eerste organisatie. Ben jij tevreden? Ja, ik ben tevreden. De relatief korte tijd die we hebben gehad. Het evenement wat nu staat. Ik heb gisteren nog even social media gecheckt. Atleten zijn ook tevreden. Lopers zijn tevreden. En uiteindelijk doe je het daarvoor. Kijk, ik kan wel tevreden zijn. Maar als het lopers geen fijne dag hebben gehad. Door allerlei dingen die niet kloppen. Ja, dan kan ik tevreden zijn. Maar je organiseert het uiteindelijk voor de loper. Niet voor jezelf. Waren er ook dingen die niet klopten? Ja, er waren zeker dingen die niet klopten. Die gaan we volgend jaar zeker aanpassen. Ja, dan doen we even wat dingetjes. Wel even De kilometerborden stonden niet exact goed. Ja. We hebben 2 weken geleden pas het parcours kunnen inmeten... doordat we wat discussie hadden over het uiteindelijke parcours. Ja. En dat geeft dat dan, is heel laat, hè? Ja, dat is afschuwelijk laat. Ja. Ja, dat heeft enorme problemen in de organisatie veroorzaakt. Kaartjes die op de website dan niet komen of heel laat komen. Ja. En daardoor is het een beetje een gok geweest waar die kilometers dan precies zaten. Sommige weet je wel precies. Andere is het een beetje van, nou, we doen het maar op die paal of die boom. Ja. Dan staat er in ieder geval een indicatie. Als je meer tijd hebt, dan kun je dat helemaal strak trekken. En zijn dat soort dingen ook verbeterd. Ik vind dat heel eerlijk dat je dat allemaal zo open op tafel gooit. En dat zijn allemaal weer verbeterpunten die volgend jaar eruit worden gehaald. Zeker. Ik heb de hele dag ook met een boekje gelopen om dingen op te schrijven. Want je kan wel dingen constateren of mensen zeggen dingen. Ja. Maar als je het niet opschrijft, dan ben je zo'n dag als vandaag ben je het eigenlijk alweer vergeten. Ja. De start en finish, ik zei dat al, is op een andere locatie. Ja. Dat heeft natuurlijk vast te maken met de naam en de sponsor? Of zit daar nog meer reden achter? Nou ja, allebei. Ik heb de complete stad Utrecht geanalyseerd. Als je kijkt waar dit soort evenementen zouden kunnen plaatsvinden, dan is eigenlijk de jaarbeurs en het terrein daaromheen is een mogelijkheid. Mm-hmm. Of je gaat richting het Utrecht Science Park. Ja. Heb je het nog overwogen, Anjan, om terug bij de jaarbeurs op de Koezelaan te doen? Of was dat gewoon überhaupt niet mogelijk? Ja, nee, ik heb ook gesproken met de jaarbeurs. Twee keer gesproken met de jaarbeurs. Ja, okay. Uiteindelijk hebben ze de keuze gemaakt om het evenement niet te ondersteunen. Nou, prima. Het Utrecht Science Park liep al parallel, die twee trajecten. En uiteindelijk op het Science Park beland. En daar kunnen we wel enorm groeien. Dat is wel En dan noem je meteen even punt groeien. Als we dan even naar de toekomst kijken. Dit is natuurlijk de eerste. Ben je er al zeker van dat het volgend jaar en misschien wel de jaren daarna terugkeert? Ja, uiteindelijk bepaalt de gemeente ook mede of je een vergunning krijgt en of je subsidie krijgt enzovoort. We zijn een evenement wat voor 3 jaar de garantie heeft gekregen van de gemeente dat we dat mogen doen. Ja. Tenzij we het echt helemaal niet goed doen. Die indruk heb ik zeker niet. Dus ik ga ervan uit dat we in ieder geval de komende 2 jaar door kunnen. En met het Science Park gaan we binnenkort aan tafel om te kijken hoe we de toekomst vorm kunnen geven. Hartstikke goed. Daar ben ik blij mee om te horen. Je had er ook recht. Nee, want ik ben blij dat ik het weet. Want dan kan mijn vrouw Bernhard zich ook weer opgeven. Want Marie, jij hebt 10 kilometer gelopen, maar dat deed zij toen ook. Dus dan is ze er weer bij volgend jaar. En wat dacht je van jezelf? Maar hier hou ik hem even, daar kom ik straks op terug. Hou even vast. Ja. Er werd trouwens nog meer gesport afgelopen weekend. Laten we heel even kijken naar een klein overzichtje. We beginnen met volleybal. Nog 1 keer knallen, dat was de opdracht van de dames van Amazone Utrecht in het rood tegen Den Helder. Geen enkel punt haalde Amazone dit seizoen in de Eredivisie. En de seizoensafsluiter tegen Den Helder was dus letterlijk de laatste kans. Maar ondanks deze score van Tani Vogelsang zat er geen moment in. En dat terwijl Amazone uitgerekend tegen Den Helder zijn beste wedstrijden speelde. Maar het scoort heel makkelijk Den Helder, zoals hier via Maaike Klein. En dus is het geen beginnen aan voor de Utrechtse dames. Amazone gaat strijdend ten onder met 87-53. En je kan je afvragen of het volgend seizoen wat in de Eredivisie te zoeken heeft. Maar ze gaan het wel gewoon weer proberen. Het niveau is ook te hoog voor ons op dit niveau. Maar ja, goed, daarom zeg ik ook, je hebt heel veel kunnen opsteken. En als wij die stap niet hadden genomen, hadden we al die lessen aan ons voorbij moeten laten gaan. Nu zijn er speelsters in Utrecht gebleven die een kans hebben gehad hier. Dan hebben speelsters een kans gehad om heel veel minuten te maken. En ik denk dat we daar volgende seizoenen profijt van zullen hebben. Maar dit was een jaar met heel, heel veel investeren. Taurus hoopt op de koppositie in de topdivisie nog wat te verstevigen. Daarvoor moeten de Houtenaren spelend in het rood in Apeldoorn winnen van Dynamo. En het krijgt daarbij wat hulp aan het einde van de eerste set, want deze bal gaat uit. Taurus wint die set overigens met 25-18.
Geen vuiltje aan de lucht voor Taurus. Dat frivol speelt en Dynamo in de tweede set geen moment onder de druk laat uitkomen. Het staat 24-19 als Marije Neumann de set binnenslaat. Taurus hard op weg terug naar de Eredivisie. Dit is het laatste punt. Dynamo heeft de derde set gewonnen, maar de vierde gaat naar Taurus met 25-17. Het wint met 3-1 en doet uitstekende zaken. Zij stond op het moment tweede en wij nu nog steeds bovenaan. Dus nog 3 wedstrijden te gaan. Ik hoop dat we het vasthouden. Squash Utrecht in het geel tegen All-In in het zwart. Twee Utrechtse ploegen die onderaan bungelen in de Eredivisie. En dus staat meer dan prestige op het spel. Jantine Buren namens Squash Utrecht tegen Rianne Verhoef. En u ziet het, Jantine wint. En dan serveert Mieke Denen voor All-In tegen Vivian Dekkers. Denen weet er slechts 1 set uit te slepen. En dus zijn Dekkers en Squash Utrecht hard op weg naar de winst. Alleen Reuling redt de eer voor All-In. Ook zij weer spelend in het zwart dus. Zij verslaat Yvonne Verkouter met 4-1. En dan in de laatste partij nog wat spektakel tussen Christel van Leeuwen voor Squash Utrecht in het geel en Astrid Horsels van All-In. Ze maken er een mooie 5-setter van die van Leeuwen uiteindelijk wint. Squash Utrecht wint de slag om Utrecht in een verder anoniem seizoen. Voor ons was het wel een uitdaging om in ieder geval in de Eredivisie te blijven staan. Dus we zijn blij dat ze 5e zijn geworden. Wij gaan gewoon voor de revanche. Wij gaan ze volgend jaar weer pakken. Ja. Mooi zo. Het was, volleybal zat niet voorin, hè Gert? Dat was iets later. Ja. Maar het kwam goed. Laten we meteen maar doorgaan naar de topklasse. Spakenburg, ja, dat heeft er dit seizoen een beetje een handje van om de ene week weer in te lopen op koplopen, Kozakken Boys. En de week daarna dan weer helaas eigenlijk punten te verspelen. Nou, vorige week wonnen ze van Kozakken Boys. Kijken of ze het nu wel goed doen. Zaterdag speelden ze tegen Hoek. Dominique Scholten midden in beeld op de bank bij Spakenburg in de uitwedstrijd tegen Hoek. Uitwedstrijden van Spakenburg te herkennen aan het voeilelijke tenue. Vroeg in de wedstrijd, maar Dadi door de wind gedragen. De doelman zit mis. En Kees Tol, ja. Kees Tol schiet Spakenburg op 1-0. Al na 3 minuten spelen. De trap van Adil Madadi dwarrelt over doelman De Jonge heen. En Kees Pietol, die hoef je dit soort kansen niet te geven. Het is nummer 22 van het seizoen voor de topscorer van de zaterdag topklasse. Maar Spakenburg laat het daarna liggen. Hoek wordt de betere ploeg. Lionel Fitch met de voorzet en daar de kans. De grote kans voor Sander Munter, maar die schiet over tot opluchting van Spakenburg. De vrije trap dan. Regilio van de Pitten. Wat een pegel. En daar mag je voor juichen, daar mag je blij mee zijn. Wat een schitterend doelpunt. En daar kan je Barry Dietenweg ook helemaal niets aan rekenen. Een prachtige 1-1 en een terechte 1-1 op de Noek. Waar het, en dat hoort en ziet u zo nu en dan, stevig waaide. Na rust, Kees Tol weggestuurd. Kees Tol en de vingertoppen van De Jonge. Spakenburg knokt. Maar Spakenburg knokt vooral tegen de omstandigheden. En heeft hier alle geluk van de wereld dat de bal op de lat boven Barry Dietenweg eindigt. Eindstand 1-1 in Hoek. Het blijkt maar weer, daar hebben we het al zo vaak over gehad, elke week zijn moeilijke wedstrijden. En moet het ook een beetje meezitten. Dus ook Kozakken Boys zal een beste averij oplopen. Alleen ja, we konden ons niks permitteren. En nu nog minder bij wijze van spreken. Dus ja, de kansen worden niet groter, maar het is zeker niet gedaan. IJsselmeervogel Scheveningen is ruim een kwartier oud als Ahmed Aoui Mike van der Laar bereikt. Zijn voorzet komt bij Thomas Verrijd. En dan is het 1-0 voor IJsselmeervogels. En dat is ook de ruststand. Vroeg in de tweede helft opnieuw IJsselmeervogels met Van der Laar. Maar die treft de paal. En in de rebound Michael de Harder. Die voor kan zetten. En dan is daar opnieuw Thomas Verrijd. Het is zijn 12e van het seizoen. IJsselmeervogels wint met 2-0. In de zondagtopklasse strijdt Hercules voor lijfsbehoud. En doet het tegen HSC 21. Ploeg die 2 punten minder heeft dan Hercules en hier de eerste kans krijgt. Maar Ritje Stijnman komt goed uit het doel voordat Bouwmeester gevaarlijk kan worden. Dit is niet zo'n hele beste terugspeelbal. Verdediging in problemen gebracht. Luc Baas namens Hercules. Vindt Nathan Bijl.
Bijl op Gromov en dan is het 1-0 voor Hercules. In het verre Haaksbergen tegen de ploeg die in dit seizoen op Voordorp met 4-1 won. En dan is dat dus na 20 minuten gewoon goed voor de Utrechters. Die een waslijst aan spelers misten. Memri Rietveld, dit is een slechte terugspeelbal. En er zit Nieuwboer tussen, maar die verzuimt om dat foutje van Rietveld af te straffen. En dus blijft het 1-0 voor Hercules. Maar hier niet meer. Hier is het Altink die scoort. Lichtenmoed appelleert voor buitenspel. Dat wordt niet gegeven. En dus is het 1-1. Steinman baalt. Nathan Bijl gaat goed door. Nathan Bijl met de kans moet als het ware om zijn backhand heen lopen. Durft het niet met links te doen en strandt dan op doelman Brammer. En daar komt HSC goed weg. HSC in de tweede helft de betere ploeg zonder tot hele grote kansen te komen. Behalve deze dan. 10 minuten voor tijd is hier de steekbal. En dan maakt Otting het af. Maar u heeft wellicht het fluitje al gehoord van de scheidsrechter. Het doelpunt gaat niet door. De eindstand in Haaksbergen is 1-1. Ja, daarmee hebben we de topklasse beëindigd. Arjen, ik wil tot slot nog jou weer vragen. De Utrecht Science Park Marathon. Volgend jaar is die er. Welke dag? 20 maart. Dus weer. Dat wordt een vaste... Absoluut, ja. Derde weekend van maart. Iedereen kan het in de agenda zetten voor de komende jaren, hoop ik. Ja, nou, hartstikke goed. En dan wil ik eigenlijk nu bij deze, jou hier in live in de uitzending, je vrouw loopt. Zullen wij hem volgend jaar ook lopen? Dat moet ik eerst even kijken of ik dat fysiek aan kan. Ja. Kan ik dat fysiek aan, dan ga ik ook meedoen. Hier voel ik een vluchtpoging. Oké, nee, we houden erbij. Heren, ik wil jullie allebei hartelijk bedanken voor jullie inbreng. Tot zover dus namen en rugnummers op onze site kunt u terecht voor meer sportnieuws. www.rtvutrecht.nl/sport. En volgende week zijn we er weer. Graag tot dan. Fijne avond.